kader van energieverspreking. Leuk je zie, hè? Dat Jum, aan de DXM. Ja. Is het wel de bezelf, maar? Ik heb onderzoek gestaan, ik ben ook ingeweest. En ze zeggen wel eens, het maakt lawaai. En als je eronder staat, maakt het lawaai. Vroeger zijn wij natuurlijk groot geworden in Nederland met windmolens. Tegenwoordig praat je daar wel in turbine, maar windmolen is ook even goed, dat ga ik niet fout rekenen. Maar nog een keer iemand tegenkomen, vaak zal een nieuwe windmaker dat doen. En besef wel dat windenergie eigenlijk zonne-energie is. Want als één deel van de aarde warmer wordt beschenen door de zon dan een andere, krijg je daar opwarming van de lucht en luchtstroming in weg. Echt een beetje te maken. Ook de orkanen tegenwoordig over de zon heeft ingestaan op de zee, is warm geworden en daar worden de orkanen opgeladen. En nog even de eerste hoofdwet in en inroepen. Ik heb de snelheidsenergie van de wind, deze energie, wordt omgezet in rotatie. En dan omgezet met behulp van een generator in elektrisch. Ja, maar het voelde. En geluid. Ja. Geluid, niet dat ze ook verliezen, is ook weerstand. Weerstand, ja. Van de weerstand af, toch nog wat? Die dingen naast de auto zo staan. Dus die inderdaad wel eens uit, staan ze nu 40, 50 meter verder, dan maakt het best gewoon uit. Nou, mijn ervaring is dat als je, ik ben toen degene die het veld wil, ben je toen 20 meter langs gelopen, hoorde ik er niet. Ik ben echt heen gelopen. Toen hoorde ik er. Even wat dingen die van belang zijn bij windmolens. Daar kunnen we kleine sommetjes aan maken. Ik hou het heel bescheiden. Je kan veel meer sommen maken, maar ik hou het echt heel erg oppervlakkig. Wel van belang om te weten dat een rotor is het set van de dieken bij elkaar. Nou, dus het dingetje is zichtbaar, dat betekent de som van de dieken. Dus die ding bij elkaar is de rotor. Dat is een wiek of een rotorblad. Een gond zit achterin. Daar zit vaak de kast, de verdelingskast zit erin en de generator. En dat mast staat er binnen en dat. Heel belangrijk is het doorstroomd oppervlak van een windturbine. Die vierkante meters worden vaak gebruikt in sommetjes en bij dus ook. Dus gaan wij over vierkante meters praten van de vierkante meters van de windmolen is het doorstroomd oppervlak. Dus als ik hier naar kijk. Ik heb hier een rotorblad en dit rondje, deze oppervlakte, dat is uiteindelijk doorgekomen. Jullie weten nog, hè, dat de oppervlak van een cirkel. Ik heb altijd gewoon eigenwijs over een kwartfidelkwadraat. Een kwartfidelkwadraat is goed als je er maar geen fouten in maakt. Voor de goede orde, als ik hier een windmolen teken met drie bladen, dan is dit het doorgaand oppervlak en dan is dit natuurlijk wel de straal. Dus de lengte van de rotorblad is de straal. Dat klopt. Net als bij de. Ja, tot het midden van de as. Midden van de as, ja. Net zoals een zonnecel niet altijd optimaal werkt. Werkt een windmolen ook zeker dat optimaal. Maar als ik praat over een 6 megawatt molen of een 7 megawatt windmolen, bedoel ik er altijd mee het maximale vermogen. Alsof ik 350 dagen per jaar, 40 uur per dag, non-stop de ideale wind heb. Dat haal je dus nooit, punt. Alleen je drukt hem al uit als. Wat je werkelijk wel haalt, hangt af van hoe die wind waait, want, ook waar die staat. Want er kan op een gegeven moment een molen die aan de kust op 100 meter staat, die vangt vast meer wind dan dat je in Lutjebroek ergens op het dak van een huis staat. Je kan zeggen dat het geleverd vermogen, wat er dus echt uitkomt uit die molen, in een jaar hangt af van diameter en windsnelheid. En soms waait het hard, soms, en het kan ook te hard waaien. Als het hard waait, gaat hij ook stilstaan, want dan gaat hij kapot.
En toen dacht hij, dan wil die wel, maar gaat die niet. Gemiddeld door het jaar, heel grof, echt heel groot. Dan is hij hier zo. Die 7 megawatt die ik net zei, heel grof, of 6 megawatt, dat makkelijk, die doen ongeveer 1,5. Dus een vierde daarvan levert die werkelijk aan het vermogen. Dus je gaat 3/4 kwijt aan onhandigheden, windstiltes, te hard waaien, noem maar op. Ja? Deze 5 regels zijn ongelooflijk algemeen. En zijn ook niet keihard, want het hangt heel erg af van waar je staat, hoe hoog het is, wat voor diepe molen het is, noem maar op. Het is heel erg TBK-achtig eenvoudiger gemaakt. Je kan er veel meer moeite over doen. Als ik het ding op zee ga zetten, krijg ik er veel meer uit, want de waait het veel harder. Dat soort zaken laat ik ook achterwege. Als je deze dingen meeneemt, kan je in ieder geval toch gevoel krijgen waar het over gaat en dat vind ik goed. Werken die dingen eigenlijk autonoom? Het schoppen, draaien en naar de juiste kant toe of worden ze aangestuurd? Ja, nou, werkt autonoom. Het is een soort windvaan, hè? Door die gondel erachteraan zien, krijg je automatisch gaan ze op de juiste punt staan. Oh ja? Ja. Het gemiddeld vermogen in Nederland, let op, in Nederland, niet op zee. Ongeveer 100 watt per vierkante meter. En als ik praat over een vierkante meter bij een windmolen, bedoel ik doorstroomd oppervlak van de rotor. Ja, moet ik goed houden. Want waar zit nou de vierkante meters in een windmolen? Nou, dat is het doorstroomd oppervlak. 80 vierkante meter of zo? 80? Ja, dat is 30 meter lang ongeveer. 50 meter is de rotor. Dus een 80 vierkante meter? Ik was dan wel bij. Ah nee, ik wil niet. Je vergeet de kwadraatje denk ik. Dat is een pie. Ja, doorstroomd oppervlak. Als je die twee nou hebt, hè, deze twee. Sorry, ik snap niet helemaal wat je bedoelt met doorstroomd oppervlak. Dus ik ben wind en ik blaas. Ja. En ik blaas hier doorheen. Oh, dus alles dit hier, dit is mijn vierkante meter. Dat is wel een cirkel. Ja. Je praat altijd over een cirkel bij mijn motor. Oh, gewoon een cirkel eigenlijk. Een cirkel. Oké, dat is het doorstroomd. Maar dit is okay. Ik zat te denken minus de rotor of zo. Ja, en nogmaals, de wetgebouwers lachen mij uit te zeggen van ach jochie, waar heb je het over? Maar als je dit soort dingetjes ziet, voor TPK heb je in ieder geval gevoel, dan gaat het mee om. Dat je in ieder geval voldoende gevoel hebt over wat praat je mij. Maar je kan hier op promoveren als je dat wil. Dat gaan we zeker doen. Oefeningetje? Dit kom ik tegen op internet. De jaren en de molens worden steeds groter. Er staat nu een oefententamen op DLO waarin over een 7 megawatt molen wordt gesproken. Dat is best een stevige jaar. Maar hier zie je dat een 5 megawatt molen een diameter zou hebben. Diameterbaan, geen staal, van 124 meter. Dat is. Dat is best wel stevig. En de vraag is nu, als ik nu gezegd heb dat gemiddeld vermogen is max delta 4 en gemiddeld vermogen is ongeveer 100 watt per vierkante meter. Dat zijn de 2 vuistregels. De vraag is, kan je met deze 2 vuistregels dit nou eens aanleggen? Of dat een beetje klopt? Ga je gang doen. En voor de goede orde, deze 5 megawatt die hier staat, is dus het maximale vermogen. Dan komt hij met de fabriek. Alleen je weet van tevoren, want dan gaat hij dan aan. Gemiddeld vermogen is 100 watt per ding te maken. Ongeveer 12 meter. Ja. Ongeveer 12 meter. Ja. Ja. Ongeveer 12 meter. Ja. Ja. Ongeveer 12 meter. 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 Ja. Ongeveer 12
Ja, dan moet je wel op 30 door. 40. En dan de wortel uit, en dan balletje, balletje, en dan komt er morgen dan, hè? Dus ik kan ongeveer 1 gigawatt, megawatt met koers. Ja, misschien wel 1 megawatt. Dat klopt, ja, dat is het. Ja, dat kan je zo wel zeggen, naar dit te weten. De kinderen zitten hier in centraal. Als je die vierkante meters weet, dat is 120 of 12.000, dan kun je wel zeggen, ja, klopt ongeveer. Ja, klopt. En meer vragen niet van je? Nou, ik zal even voor iedereen even meedenken. Als de kilometer 120 meter is, dan is de oppervlak pi keer d kwadraat gedeeld door 4, dat is ongeveer 12.000 vierkante meter. Dat is ongeveer 1,2 hectare. Dat is ongeveer 2,5 voetbalveld. Ongeveer, hè? Dat is best wel veel. Maar als dat waar is, ik heb voor elke vierkante meter, hoor. Elke vierkante meter krijg ik 100 watt aan vermogen in deze. Ik heb niet 1 vierkante meter, maar ik heb 12.000 vierkante meter. Dus ik heb voor elke 100 keer zoveel. Dus dat is 1,2 miljoen. Wat? Ja. Dat is een gemiddeld vermogen. Maar ik weet dat een gemiddeld vermogen is ongeveer max gedeeld door 4. Oftewel 4 keer gemiddeld is max. Dat is die 4 die hier staat. Nogmaals, je wordt allemaal orde grootte. Dan praten we 4,8 en dit tot 5, dus dat klopt ongeveer wel. Ik benadruk, het is een vuistregel van de vuistregel. Het is heel erg benadrukt, maar het geeft in ieder geval een gevoel. Ik kan het theorema van Betz beginnen, daar wordt Harry helemaal gelukkig van, denk ik, maar ik dat wel jullie gedaan. Theorema van Betz? Theorema van Betz. Je gaat ervan uit dat de snelheid na een molen nooit nul kan zijn, want dan kan het niet stromen. Dus je kan never nog 100% van de snelheid gaan meten. Ongeveer 16/27 of zo. Dat is helemaal wat dan maar. Ik doe dat maar niet. Daarom hou ik helemaal op. Algemeen. Het vermogen van de windmolen is dus afhankelijk van de grote diameter en de windsnelheid. Al aangegeven, die windsnelheid moet nog alles veranderen. Ik heb hier even een kaartje van waar je in Nederland zit. En ja, aan de kust laat hij het hardst. Ja, dat is handig te denken. Ik krijg hier heel vaak. Hier doorheen. Ook Almere, ook heel veel windmolens inmiddels. En die zit nog een keer 10.000 megawatt, zie je hier die Airbus A380. Toevallig heb ik er een keertje al onder mogen staan. Dat is wel een heel groot toestel hoor. Dat is echt gewoon van de. Jeetje, wat er al in duizend is. Het zoete bier zo, weet je wel, dat is echt wel een tegen. Dus het is allemaal wel groot. Maar goed, wil je op een gegeven moment 5 megawatt genereren. Zie je profiel, dat dus 5 megawatt is een hele grote molen, maar 2,2 megawatt is gewoon een stevige molen. Klaar. Zie je ze wel eens uitstaan om die windmolens bij Almere? Ik zie bijna nooit windmolens, nooit allemaal uitstaan. Ja, als het niet waait, maar ik ben er zo vaak uit ooit langs als het niet waait. Ja, precies, maar ik bedoel dat het hard waait, dat lijkt me zo. Ja, dat is wel zo. Ik heb het wel eens gezien. Maar buiten stonden ook vaak uit, zeg maar, de storm. En daar stonden ze gewoon. Dat vind ik altijd wel grappig, die wieken draaien altijd, die rotor die draait altijd even snel of naar hard waait binnen die marges. Ja, een soort optimum snelheid. Het trekt zo vaak. Dat klopt, maar de regels met de kast zodanig dat de tipsnelheid altijd ongeveer. Ja, precies, dat bedoel ik. 20 per seconde of zo. Dus als je een hele grote molen hebt en je gaat aan de buitenkant zitten, draai je even hard naar een kleine molen. Dus die draait dus wel sneller. Nee? Die kleine draait sneller. Kleine draait sneller om maar dezelfde tipsnelheid te halen. Maar dit is al te veel wat ik van alles een beetje doe. Dus. Als je dit nou kan, dan ben ik nog gelukkig.